is gespecialiseerd in infra- en cultuurtechniek. U kunt bij ons terecht voor de aanleg van wegen, sportvelden, groenvoorzieningen en rioleringen. Ook verrichten we werkzaamheden aan de grond zelf. Kortom, voor u stampen we graag iets moois uit de grond. Voor meer informatie, kijk op vanwijlen.eu. In Dureland bestaan nogal wat kwaliteitsverschillen. Niet iedere deur heeft dezelfde kwaliteit en degelijkheid. Bij AK Deuren en Interieur aan de Poolsestraat in Kaatsheuvel staat u bij de juiste deur. AK Deuren en Interieur heeft het allemaal. AK. Vakmensen met meerwaarde voor uw woning. Kom naar de vernieuwde showroom van Imabo Jacques Klein. Waarom? Omdat hij nog mooier, nog diverser en nog uitgebreider is geworden. En naast badkamers, sanitair, tegels en haarden kunt u bij Jacques ook nog altijd terecht voor bouwmaterialen, sierbestrating, ijzerwaren en gereedschappen. Jacques Klein heeft bijna alles. Oh ja, en het is nog altijd even gezellig. Imabo Jacques Klein. Bedrijventerrein De Kets in Kaatsheuvel. Wie Van Wijlen zegt, zegt Sprangkapelle. Een gevestigde naam in het dorp, de regio en verder buiten. Van Wijlen Infracultuurtechniek, om precies te zijn. Al ruim 70 jaar. Van Wijlen heeft in de loop der jaren een vooraanstaande positie ingenomen waar het gaat om weg- en waterbouwtechnische werkzaamheden, het plaatsen van infiltratie- en afwateringssystemen en het aanleggen van sportcomplexen en groenvoorziening in de breedste zin van het woord. Ik ben vandaag te gast bij directeur L. Van Wijlen. Zeg maar gewoon Bert. Goedemorgen. Goedemorgen. Ik word verwacht bij Bert. En uw naam is? Harry Hens. Oké, ontvangen. Dank je. Zo, dankjewel. Bert, goedemorgen. Hey, goedemorgen Harry. Hartstikke leuk dat je zo onverwachts hier een keer op bezoek komt. Ja, dat kunnen we wel zeggen, ja. Bert Van Wijlen, ik heb het in mijn intro al gezegd, een gevestigde naam in het dorp, de regio en verder buiten. Hoe is het ruim 70 jaar geleden eigenlijk allemaal begonnen, Bert? Ja, mijn vader is begonnen met agrarisch loonwerk voor boeren, maai, graandorst, noem maar op, al die dingen. Ja, ja. Wanneer ben jij precies in het bedrijf gekomen? Ik ben half de jaren 60 in het bedrijf gekomen. Ben ik gaan werken, gewoon alles meegedaan. Ja, ja. En half jaren 70 ben ik helemaal verder gegaan toen mijn vader is overleden. Ja, ja. Bert, buiten op de gevel en op jouw immense wagenpark en zelfs in de fraaie brochure staat Van Wijlen Infracultuurtechniek. Wat betekent dat precies? Goedemorgen. Goedemorgen. Lust u hier een lekker kopje koffie? Nou, lekker. Nee, heb je iets van gebak bij of zo? Zal ik even moeten kijken. Misschien nou, dat de parel nog iets in huis heeft. Altijd hè? Goed. Dus infra is aanleg, riolering, wegenbouwwerken, infiltratie van hemelwater wat in de grond teruggaat. En cultuur is eigenlijk het verhaaltje van sportvelden, beplanting, waterpartijen, onderhoud, golfbanen, ja, 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 ja. Al die dingen. Het is een lekkere chocoladebol. Nou, heerlijk. Dankjewel, Henny. Dankjewel. Alsjeblieft. Dankjewel. Heerlijk. Dankjewel. Dat je maar lekker mag smaken. Dankjewel. Bert, je hebt in de loop der jaren natuurlijk een enorme know-how opgebouwd in deze specifieke bedrijfstak. Hoe zit het precies met de opleidingen? Ja, wij hebben mensen met een HTS-opleiding, MTS-opleiding. We hebben er die gewoon een agrarische opleiding hebben bij de landbouwschool.
We hebben erbij die werktuigbouwkunde gedaan, hebben die op de werkplaats voor het onderhoud zorgen. Ja, ja. Ja, chauffeurs, ja, van alles eigenlijk. Ja, het is zo'n enorme breed wat jullie allemaal doen. Kunnen jullie aan voldoende vakkundig personeel komen? Ja, wij doen zelf ook nogal het een en ander aan opleidingen voor jongens te scholen, stratenmakersopleiding, grondverzetmachinesopleiding. Onderhoud, sportvelden, die krijgen daar ook weer cursussen voor. Want ik heb zelfs begrepen dat je examinator bent. Ik ben zelf nog examinator voor de AOC in Andel. Ja, ja. Voor de jongens die de landbouwopleiding loonwerker doen. Daar ga je dus ook de proeven van bekwaamheid voor afnemen. En de jongens beoordelen en aan het eind van de rit een cijfer daarover geven. Ja, ja. Of dat ze gaan slagen of dat ze nog in jou terug mogen komen. Ja. Bert, wat personeel betreft, ik heb begrepen dat er iemand in dienst is bij jou die speciale projecten coördineert. Kun je daar eens iets van vertellen? Ja, dat klopt. Wij hebben sinds anderhalf jaar een KAM-medewerker in dienst, Kwaliteit, Arbo en Milieu. En die doet ook de begeleiding van sommige de jongere personen. Iedere vier weken een gesprek. Het gaat over Andrea. Is die hier? Die is hier aanwezig. Ik zal ze dus even erbij roepen en dan kan die jouw haar fijn vertellen. Hetgeen wat jij wil weten. Oh, dat is goed. Buitengewoon. Aha. Dit moet Andrea zijn. Ja. Hallo. Andrea. Ik ben Harry. Andrea. Jij vervult een hele bijzondere positie hier binnen het bedrijf, heb ik me laten vertellen. Jij coördineert bepaalde projecten zoals KAM en de Jongeren. Ja, klopt. Waar staan de initialen voor? Nou, KAM staat voor Kwaliteit, Arbo en Milieu. En dat houdt dus in dat ik eigenlijk aspecten coördineer binnen aannemersbedrijf Van Weijden. Op het gebied van kwaliteit, Arbo en Milieu. Kwaliteit, dat is voornamelijk ISO. Arbo, dat is voornamelijk VCA. En dan heb je natuurlijk nog een stukje Milieu er ten grondslag aan ligt. Maar jongeren, dat zijn dus jongeren die een beperking hebben of eigenlijk een stoornis kunnen hebben. Dat kan zowel lichamelijk als psychisch zijn. Deze jongeren hebben gewoon wat meer moeite om een diploma te kunnen behalen, om een baan te kunnen vinden. Wij bieden als bedrijf zijn die jongens een kans daarvoor. Oh, fantastisch zeg. Ja. Want dit is geen verplichting, dit is eigen initiatief neem ik aan. Ja, dit is puur eigen initiatief. Ja, ja, ja. En wat is exact jouw taak? Op het moment krijg ik meestal van een opleiding of van een school krijg ik een telefoontje van we hebben een jongen die heeft bijvoorbeeld een leerachterstand of een beperkt leervermogen. Daardoor kan hij geen baan vinden om zijn opleiding te voltooien. Ja, ja. Mag ik hem bij jullie voordragen? Nou, de eerste contact wordt daarmee gelegd. En ik deel dat verder door naar de directie. Ik vertaal dat naar de directie. En we laten die jongen vaak langskomen voor een gesprek. Geweldig, en dan kijken hè? We in welk vat we dat kunnen gieten. Ja, ja. En daar komen jullie altijd uit, neem ik aan. Vaak wel, ja. Ja. En hoe die mensen om die reden binnen dit bedrijf werken, functioneren die goed naar jullie behoren? Ze vragen wel meer aandacht en ondersteuning dan een reguliere werknemer. Desalniettemin worden ze wel gewoon opgenomen in de Van Weijlen familie, in de cultuur die wij hebben. De ondersteuning, dat doen wij niet alleen. Vaak zit er wel een jobcoach achter zo'n waaijong medewerker van buitenaf die die jongen natuurlijk ook ondersteunt. Wij proberen hem veelal te ondersteunen tijdens werk. Dus dat wil zeggen dat we diverse medewerkers hebben die ook van tevoren worden ingelicht, waar ook regelmatig mee wordt gepraat. Die ook een stukje opleiding krijgen van hoe begeleid je zo'n jongen. Hoe kun je het beste resultaat ook voor die jongen zelf halen. Ja. Een geweldig initiatief zeg. Ja. Bert heeft een groot hart, maar daar kom ik straks nog uitgebreid op terug. Andrea, heel erg bedankt voor jouw medewerking. Ja, graag gedaan. Je hebt in kort en bondig verteld waar het precies om gaat, heel duidelijk. Ik wens jou heel veel succes. Ja, dankjewel. En jij werkt hier fulltime? Bijna. Ja, oké. Okay. Maar ik neem aan, over hoeveel mensen praten we? Wij hebben momenteel twee jongens die onder die regeling vallen, hebben we rondlopen. Ja, ja. En het wisselt uiteraard. Ja, dat wisselt. Wij zijn wel van mening dat je daar geen 20 van rond hebt moeten lopen. Want je moet ze wel de ondersteuning en de begeleiding kunnen bieden. Ja, ja. En als dat niet kan, dan zit die jongen hier ook niet op zijn plaats. Nee, precies. Ja. Dus we hebben liever dat het 100% goed gaat dan voor 90%. Ja. En Nee, ik kan me voorstellen. Ja. Bert, het was een heel mooi verhaal van Andrea. Heeft het ook een link met de term die op dit moment heel vaak gebezigd wordt, verantwoord maatschappelijk ondernemen?
ja, dit is eigenlijk wel het heel erg maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ja, ja. Dat je toch mensen die anders niet goed terechtkomen, nu toch probeert in de maatschappij terug te brengen. Ja, ja. Maar dat vind ik ook een taak voor het bedrijfsleven. Nou, dat is fantastisch. Dat je toch maar wil doen, hè? Want bedoel, je bent het niet verplicht. Nou ja, het vraagt ook wel wat van de bedrijven. Je ziet wel wat Andrea erom vertelt, hoeveel uren dat ze eraan besteden. Ja, 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 ja. Het lijkt me eigenlijk een goed plan. En ik denk dat jij daar wel in meegaat. Om eens een paar projecten te gaan bekijken waar jullie op dit moment actief bezig zijn. Dan kunnen we zien hoe het er op de werkplek aan toe gaat. Nee, dat is prima. En er zijn projecten zoals Haven 7 waar jullie op dit moment... Zijn wij bezig. Ja, precies. Zoals we gaan doen, Bert. Prima. We treffen prachtig weer, dus kan niet mooier. Daar is niks mis mee. Buitengewoon. Bert, we zijn onderweg naar industrietrainer Haven 7. Even gestopt hier aan de Julianenlaan in Sprankepelle. Want dit is een zogenaamd kunstwerk wat jullie gerestaureerd hebben, Bert. Dit hebben wij afgelopen voorjaar voor het platform van de Langstraat gerestaureerd. En zo hebben we al meerdere dingen gedaan. Een stukje spoorlijn aangelegd, de bruggen over de kanaaltjes zijn allemaal gerestaureerd. Het platform van de Langstraat is... Er zitten gemeentes in, de gemeente Waalwijk, Dongen en het waterschap. Ja, ja. En met subsidie van de provincie worden die dingen betaald. Ja, ja. Want dit is een heel. Is dit nou een heel specifiek onderdeel van jullie werkzaamheden of is dit een ABC'tje? Door wij toch heel breed georiënteerd zijn, nemen wij zulke dingen ook mee. Ja, ja, ja. Ook weer mee onderaannemers. Ja, 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 ja. Maar wij doen hier zelf wel de hoofduitvoering. Ja. Het ziet er in ieder geval heel mooi uit, want dit kan weer jaren mee. Dit kan weer jaren mee. En je kan nog zien waar vroeger het halve zolenlijntje de spoorlijn op de rails zijn opgelegen. Ik heb het gezien daar, ja. Prachtig. Ik weet nog dat ze gereden hebben. Dus dat is nog echt iets voor het nageslacht. Ja, absoluut. En het moet behouden blijven, hè? Dat moet zeker behouden blijven, zulke dingen. Bert, in mijn intro vanmorgen heb ik al verteld dat jullie ook groenvoorziening doen in de meest brede zin van het woord. En een vraag die ik daar een beetje op aansluit is de volgende. Het gaat over onkruidbestrijding. Onkruid groeit dwars door een betonlaag van 30 centimeter heen. En dat is bij mij weten geen afdoend middel om onkruid te bestrijden. Hoe komt dat? Je hebt in de landbouw, in de gewassen, noem je het netjes gewasbescherming. Ja, ja, ja. Onkruidbestrijding op het de openbare verharding. Nou, dat vind ik de juiste bewoording wel. Ja. Maar het wordt steeds moeilijker met het innemen van drinkwater door de chemische middelen die gebruikt worden. Of dat allemaal van de bestrating vandaan komt als wij die asfalt of die open verhardingen spuiten, dat is nog steeds de vraag. Ja, 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 want er zit ook in heel veel dingen, door de dames de haren mee kleuren, zitten dezelfde stoffen die in het drinkwater aangetroffen worden als in de bestrijdingsmiddelen. Ja, ja. En er zijn best goede middelen, maar de fabrikant die heeft nogal wat ontwikkelingskosten om een toelating te krijgen. Ja, ja, dat het niet interessant is om daar heel veel mee te experimenteren. Ah, op die manier, ja, ja. Want ik, waar je ook kijkt, overal zie je onkruid, komt terug. Ze kunnen wieden wat ze willen, maar het komt terug. Ja. Maar in feite is er wel een middel tegen. Daar zijn zeker middelen, maar door de inname van dat grondwater weer, of over drinkwater, wordt dat steeds moeilijker om die toegepast te krijgen. Ja, 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 ja. In verband met residuen. Oh, op die manier, ja, ja. Nou, daarmee is mijn vraag eigenlijk heel duidelijk beantwoord. Kijk maar. Bert, ik stel voor dat we naar Haven 7 gaan. Daar gaan wij nu kijken. Ook daar zijn op dit moment allerlei activiteiten van Weilen, hè? Prima. Oké, gaan we daar naartoe. Goed. Zo, Bert. We zijn hier... op Haven 7, het nieuwe industrieterrein, hier pal langs de A59. Wat omhelst jullie werkzaamheden op dit moment? Wij zijn hier nu bezig met het grondwerk voor de promenade. Dat wordt straks verder afgewerkt. Daar komen speciale platen in mee, een structuur en gebakken materiaal eromheen. En dan kunnen de mensen in de pauzes hier zo buiten een sigaretje gaan roken, ja, ja. Of op een bankje de boterham opeten. Ja, ja. Of eventueel op een brug die er komt naar een stukje natuur. Ja, het is maar die water, aan, die waterloop die vroeger gewoon echte waterloop was, die is helemaal natuurlijk aangelegd. Dat kan je al zien aan de beplanting die erachter staat. Ja, ja, ja. Dat is hartstikke leuk. Ja, dit is natuurlijk een fantastische omgeving. Ja, een industriegebied en toch in de natuur. Het is rustgevend, hè? Ja. Je kunt je geen mooiere pauze voorstellen. Ja, en vooral voor deze bedrijven. Die zitten echt ook op een zichtlocatie. Ja, fantastisch. Daar zullen ze ook wel voor betaald hebben. Denk het wel.
Bert, even iets anders. In jullie brochure staat ook iets over landschapsinrichting. Ja. Wat houdt het precies in? Nou ja, landschapsinrichting, dat kan zijn in een stuk van natuurmonumenten, dat kan zijn voor Staatsbosbeheer, maar dat kan ook weer voor een gemeente zijn. Zoals we pas de roeivijver bij het Lido helemaal weer natuurvriendelijke oevers gegeven hebben. De houten beschoeiing met de geteerde paaltjes weg. Ja, ja. En dan weer gewoon grondbermen. Weer met rietvegetatie erop. Ja, ja. Waar ook de kwaliteit van het water weer te goede komt. Ja, fantastisch. Kijk, het is natuurlijk landschapsinrichting. Het is een heel mooi woord, maar het is een heel breed begrip, hè? Dat kan alle kanten op, van beplanting tot hele grote bomen, tot heidevelden toe. Ja, ik kan me voorstellen. Hoe lang gaat dit project nog duren, waar jullie mee bezig zijn? Dit project zal medio februari, mits dat er niet te veel vorst komt, februari klaar zijn, in zijn totaliteit. Is dit voor jullie een groot project? Dit is voor ons een redelijk groot project. Ja, ja. Maar er moeten ook nog wat bruggen in gesitueerd worden. Ja, daar zit de bouwtijd en de bouwaanvraag, die moeten wij ook verzorgen. Ja, 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 ja. Dus dat heeft allemaal zijn tijd even nodig. Ja. Hoe ver gaat dit gebied, dit industriegebied, nou verder in westelijke richting? Als het allemaal waar is wat ze ons beloofd hebben, blijft dat landbouwgrond. Ja, ja, ja. Dat is natuurlijk heel belangrijk. En dan zal het stukje nieuwe industrieterrein, dat wordt dan haven 8 in de polder waar die windmolens staan. Oh, daar. Ja, 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 ja. Kijk, dat is ruimte genoeg, maar de vraag is, hoe ver kun je gaan, hè? Want de natuur wordt opgeslokt door de industrie, maar daar is wel een grens natuurlijk. En we zullen altijd toch nog hun voedsel moeten voorzien om de mensen die op een industrieterrein gaan werken ook wat eten te geven. Ja, ja, anders houdt het een keer op, natuurlijk. Uiteraard, ja. Maar is dit voor jou een heel belangrijk project? Nou, dit komt nu de komende maanden bij ons qua planning in het werk heel goed uit. Ja, ja, ja. Wel eens overigens, als je daar al een antwoord op kunt geven, wat is eigenlijk het mooiste project wat jullie tot nog toe hebben mogen maken? Ja, wij hebben diverse projecten. Pas hebben we weer een observatiepost voor Staatsbosbeheer gebouwd voor op de plaats naar de vogels te kunnen kijken. Oh ja? Nou, dat is allemaal van doeklos sparren gemaakt. Ja, ja. Dus die sparen die terugkomen uit het bos. Nou ja, dat is een stukje natuur nog. Als je dat hout zaagt en ruikt, dat is gewoon iets fantastisch. En dat na dagen weer gaat verkleuren. Ja, want het is natuurlijk een visitekaartje voor jullie. Ah nee, op zulke dingen ben ik ook hartstikke trots. Ik kan me voorstellen. We hebben overigens straks bij jou op kantoor hebben een aantal prachtige collages gezien. Van gerealiseerde projecten. Nou, daar zijn ook prachtige dingen op te zien. Klopt. En dat komt weer terug in jullie brochure en op de website. Ja. Bert, even iets heel anders, want we hebben natuurlijk de zaak goed voorbereid. We gaan zo meteen naar SSC. En niet zomaar, dat heeft een heel bijzondere reden, want SSC... een van de plaatselijke voetbalverenigingen heet Sportpark van Wijlen. Dat klopt. En dan gaan we even in de kantine bij SC van alles over vragen. Want het is natuurlijk een heel bijzondere les voor zo'n klein dorp als Sprankepal. Hè? Ja. Dat jullie als Van Wijlen infracultuurtechniek heel veel doen aan sponsoring. En dan gaan we daarover praten. Prima. Oké. Okay. Goed. Doen we. Bert, we zijn hier aanbeland bij SSC, een van de plaatselijke voetbalverenigingen, of moet ik zeggen Sportpark van Wijlen? SSC op Sportpark van Wijlen. Ah, zo. Ja, ja, ja. Wat die naam betreft en alles wat ermee samenhangt, kom ik zo meteen nog even terug. Maar een andere vraag is de volgende. Ik zie hier gewoon gras, natuurlijk gras. De ontwikkelingen, zoals je weet, gaan heel snel. Jullie hebben ook werkzaamheden die verband houden met de aanleg van kunstgrasvelden. Dat klopt. Ik hoop dat ik ongelijk heb, maar is het niet zo dat er
pakweg over 10 jaar alleen nog maar kunstgrasvelden bestaan. Dan zal de tijd moeten leren, maar dat het zo'n snelle opmars maakt, denk dat nog tegen gaat vallen, ook met de bezuinigingen die er bij de overheid op het moment zijn. Plus dat een kunstgrasveld toch ook nog wat onderhoudskosten op jaarbasis heeft. Wat men denkt van dat we het alleen maar naar natuurgrasvelden hebben. Ja, ja, ja. Dus per saldo, je kan meer uren spelen op een. Dat is het grote voordeel. Een club die uit de kluiten groeit, die heeft dus meer uren bespeelbaarheid dan op een natuurgrasveld. Ja, ja, ja. Dat is bekend. Maar ik hoop, maar ik praat alleen maar voor mezelf. Ik hoop dat die ontwikkeling minder snel gaat dan op dit moment het geval is. Ik vind het namelijk erg onnatuurlijk, maar nogmaals, is. Ja, dat vind ik persoonlijk ook. Alleen het werk voor ons aan de aanleg van kunstgrasvelden is natuurlijk ook weer iets in meegenomen. Maar wij doen ook het onderhoud aan natuurvelden. Ja, precies, maar ja. Aan de andere kant vind ik persoonlijk, als je naar een grasmat kijkt op televisie, de gras toch een beetje natuurlijk moet wapperen. Ja, 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 precies. Of wuiven. Ja, en ruiken. En ruiken. Ja, ja. Want jullie hebben bijvoorbeeld ook het kruifkoord. In Baardwijk hebben jullie aangelegd, ziet er prachtig uit, heeft ook kunstgras. Ja. Hoe verhoudt het kunstgras zich, want er wordt vrijwel dagelijks op gespeeld en geraffeld enzovoorts. Houdt het kunstgras zich goed? Het kunstgras houdt zich heel goed, maar je moet nu in deze tijd, als de bladeren van de bomen gaan vallen, dan luistert het nog nauwer als bij een natuurveld, dat het blad niet in de poriën van de gras, in het gras, in de grasmat komt. Ja, ja, ja. Dus dat moet nou wekelijks toch wel of blad geruimd worden en eikeltjes die van de eikenbomen afkomen. Ja, 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 ja. Heel belangrijk, want het onderhoud is van essentieel belang, hè? Ja, en het ziet er best leuk uit. Alleen, je moet ook uitkijken met vandalisme. Er kan er ook nog wel schade ontstaan. Ja, ja, ja. Ziet er in ieder geval erg mooi uit. Dat ligt op een mooie plaats ook in Waalwijk. Ja. Mooi omrasterd, perfect. Bert, even iets anders. Ik heb in de loop van de dag al aangegeven, je hebt een groot hart. Uit een soort van sociaal, maatschappelijk oogpunt sponsor jij heel veel verenigingen. Ja. Het komt nooit voor dat mensen een vergeefs beroep op jou doen. Vandaar ook de naam Sportpark van Wijlen. Hoe ben je daar zo toe gekomen? Ja, ik heb hier zo een veteranenelftal, sponsor ik nog steeds. 10 jaar geleden waren er allemaal nog mensen die voetballen die ik kende vroeger van school en het uitgaansleven. Ja, nou voetballen er niet zoveel oudjes meer mee, dus dat wordt nou minder. Maar ik heb toch wel een speciale binding hiermee. Ja, ja, ja. En een goede kameraad van mij, die is hier heel actief, die doet voor mij weer wat. En zodoende trek je dat naar elkaar toe. Ja, dat is geweldig. Want je moet het toch maar willen doen, hè? Nou ja, dat is zeker. Maar ik vind wel ook voor de jeugd, als er heel veel vrijwilligers met de jeugd bezig zijn, dan moeten er ook accommodaties zijn waar ze bezig gehouden kunnen worden. Ja, ja, ja. Als we zeggen we willen dit niet meer, dan loopt de jeugd tegenwoordig maar op straat vandalisme te doen of het een of het ander. Ja. Maar waar zou, om maar bij SSC te blijven, waar zou SSC zijn zonder de sponsoring van Bert van Wijlen? Nou, het is niet alleen dat het ze van ons afhankelijk zijn, maar een naamsvermelding zet toch nogal wat financieel voordeel in het laadje. Ja, ja, ik kan me voorstellen. Kijk, en als er wat handelspandiensten moeten gebeuren, dan springen wij als bedrijf daar ook weer bij. Onderlaat ze hier zo een windhoos gaat, toen waren de reclame worden allemaal omgewaaid. Nou ja, je ziet nu weer netjes gegalvaniseerde palen. Ja, het ziet er oerdegelijk uit. De gaten hebben wij uitgegraven, de beton hebben we geregeld, de palen weer mee omhoog gezet. Ja, en de vrijwilligers die zorgen weer dat mijn naam weer bovenaan komt te staan en dadelijk de borden van de andere sponsors eronder. Ja, ja, ja. Ik vind het geweldig dat jij allemaal wil doen. Enfin, de naam, je hoeft maar door Sprankepallen of omgeving te rijden en er gaat geen kilometer voorbij of jouw naam komt wel ergens tevoorschijn. Ik vond het een genoegen om eens een dag met jou mee te hebben mogen lopen in jouw boeiende bedrijf. Ik wens je van harte heel veel succes met Van Wijlen Infracultuurtechniek in Sprankepallen. Ja, hartstikke bedankt. Graag gedaan.